Fatality. Kijkers van Fatality Gaming NL, welkom bij deze nieuwe aflevering van Fatality Gaming NL. Vandaag gaan wij Akinator spelen, een spelletje dat iedereen wel kent, maar ik nu ga spelen. Ik heb het voor het eerst gezien bij Pieter School Pieter Games. Ja, deze man Akinator die gaat dus vragen aan je stellen en dan moet hij raden welk persoon jij in gedachten hebt. Vandaag hebben wij Camille Eurlings, de baas van KLM, die staat hier boven mij. Dus als we iets willen weten van Camille Eurlings over zijn uiterlijk, dan kunnen wij dat zo meteen zien. Dus laten we maar gewoon beginnen. Bestaat je personage echt? Ja, Camille Eurlings bestaat. Is je personage van vrouwelijke geslacht? Nee, Camille Eurlings is een man. Kent je personage jou persoonlijk? Nee, Camille kent mij niet. Woont je personage in Nederland? Ja, Camille Eurlings is een Nederlander. De oude baas en politicus van KLM. Heeft je personage kinderen? Weet ik niet. Ik weet niet of hij kinderen heeft, want ik heb eigenlijk nog helemaal niks opgezocht. Maar ik weet alleen dat hij de baas is van KLM. Is je personage blond? Nou, aan het plaatje hierboven te zien, is hij niet blond. Dus nee, hij heeft bruine haren. Is je personage dik? Nee, Camille Eurlings is niet zo dik. Nee, hij gewoon middelmatig. Nee, hij is niet dik. Heeft je personage ooit deelgenomen aan een wereldkampioenschap? Dat zou ik niet weten. Waarschijnlijk niet. Ik denk het niet. Is je personage een acteur? Nee. Camille Eurlings is alleen maar de baas van oud baas van KLM. Is die een zanger of een zangeres? Nee. Hij is geen zanger of zangeres. Is je personage gelinkt met sport? Camille Eurlings is de baas van KLM. Geen sporter. Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Akinator. Heeft je personage in de 20ste eeuw geleefd? 2021, even nadenken, 2000, nee, ja, 19, ja, hij heeft in de 20ste eeuw geleefd, ja. Is je personage momenteel meer dan 50 jaar oud? Waarschijnlijk niet, ik denk dat hij iets jonger is, want hij ziet er van het plaatje niet zo oud uit hierboven. Is je personage een politicus? Ja, nee, hij is een oud politicus, dus nee. Hij is geen politicus meer. Onderging je personage plastische chirurgie? Waarschijnlijk niet. Ik weet niet. Misschien als iemand denkt dat er wel zo is, zet dan even in de reacties. Dan weet ik dat ook meteen. Is je personage de hoofdrol in een film? Nee, dat zeker niet. Hij heeft nooit in een film gespeeld. Lust je personage kaas? Weet ik niet. Hoe moet ik dan nou weten of hij kaas wil? Is je personage een volkszanger? Nee. Werkt je personage momenteel voor televisie? Nee, hij werkt niet voor televisie. Treedt je personage op een podium? Nee, Camille Eurlings is een oud politicus, een oud baas van KLM. Is je personage een schrijver? Weet ik niet. Ik denk dat hij misschien wel ooit een boek heeft geschreven of zo. Maar ik weet niet of hij een schrijver is. Dus. Werd je personage bekend door het internet? Nee, hij werd bekend door de politiek en de KLM. Is je personage beroemd dankzij televisie? Nee. Politiek en KLM. Geen televisie. Is personage een meisje? Nee, Camille Eurlings is een man. Een jongen. Is je personage een mens? Ja, Camille Eurlings is een mens, ja. Ik denk aan een van jouw leraren. Nee. Volgende? Ja. Vraag nummer 26. Nee, het is geen vrouw. Is je personage bekend? Ja, hij is bekend, ja. Is je personage dood? Nee, Camille Eurlings leeft nog. Is je personage momenteel meer dan 40 jaar oud? Ik denk het wel, waarschijnlijk wel. Is je personage een DJ? Nee, Camille Eurlings heeft nooit iets met muziek of zo gedaan. Dus draagt je personage een hoofddeksel, hoed of kap? Nee, dat doet hij niet. Is je personage bekend van YouTube? Nee. Heeft je personage een bril? Oei, 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 die moet ik even gaan opzoeken. Nee. Heeft je personage een bril? Nee, Camille Eurlings kan je hier al zien aan het plaatje boven, heeft geen bril. Is je personage kaal? Nee, Camille Eurlings heeft nog genoeg haar op zijn hoofd, dus is je personage gelinkt met de wet? Ja, want hij zit in de politiek en in de politiek heb je natuurlijk te maken met wetten en al, die je bespreken daar. Heeft je personage wapens? Nee, als een politicus wapens heeft, dan waar zijn de politicus
van Nederland dan, hè, dus. Is je personage de panter van een held? Akinator, hoe kom je hier toch op? Nee, dat klopt niet. Lacht je personage veel? Ik zou het niet weten. Hoe kan ik nou weten of hij veel lacht? Ik ken hem niet persoonlijk, toen vroeg hij net al. Hoe moet ik dan weten of hij veel lacht? Dat is gewoon een vraag die je niet kan beantwoorden vooraf. Heeft het personage iets te maken met koninkrijken? Nee. Camille Eurlings is van de KLM en van de oud-politiek, dus niet van de koninkrijken. Is je personage verbonden met misdaad? Nee, hij is niet verbonden met misdaad. Alleen met KLM en met de politiek. Pikipiwi. Woont je personage in Alphen aan de Rijn? Dat weet ik niet. Waar zou die anders naartoe gaan als ik ja zei? Had hij dan meteen iemand gevonden of zo? Misschien. Draagt je personage een uniform? Ja, want hij is de baas, oud-baas van KLM en een oud-politicus. Dus hij zal wel een uniform dragen. Gebruikt je personage wapens? Nee. Heb ik net ook al gezegd, maar hij herhaalt het nog even. Is je personage in de politiek? Ja. 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 Heeft je karakter een bril? Nee. Nee, nu komt hij een beetje dichtbij. Zit je personage op een stoel? Ja. Zingt hij? Nee, hij zingt niet in het Zuid-Afrikaans. Is je personage de leider van een politiek partij? Nee. Komt je personage in Shake It Up? Nee. Ja, heeft je personage grijs haar? Nee, bruin haar. Kan je zien. Alweer geraden. Maar ik geloof dat dit niet geschikt is voor kinderen. Speel. Oh, hij heeft hem niet geraden. Oh, dat vind ik niet leuk. Nou, laten we dan maar eens gaan denken aan Enzo of Milan Knol. Diegene die altijd, ik zet even 18 neer. Diegene die altijd Akinator speelt op donderdag, dacht ik. Is je personage van vrouwelijk geslacht? Nee. Komt je karakter uit Nederland? Ja. Milan Knol woont in Nederland. Hij heeft een kanaal dagelijks HD. HD. Ik denk dat de meesten het wel kennen. Is je personage bekend van YouTube? Ja. Heb ik net gezegd. Milan Knol heeft een kanaal. Dagelijks HD. Heeft je personage een bekende broer? Ja. Nou, dan weet hij meteen al wie het is. Heeft je personage een oudere broer? Nee. Milan was, als het goed is, het oudste. Ja, ik weet niet. Misschien is Enzo Knol ouder, want hij lijkt ouder. Maar ik dacht dat Milan het oudste was, dus weet ik niet. Heeft je personage een jongere zus? Nee, Milan en Enzo hebben geen jongere zus. Ik dacht net al gewoon bij die vraag van hij weet hem meteen, maar hij weet hem dus nog niet. Heel betreurend. Speelt je personage in The Kingdom? Ja, Milan Knol speelt de... Ja, The Kingdom is niet meer. Komt hij voor in de Kingdom-serie? Ja. Heeft hij een tv-programma? Nee. Zit zij bij The Kingdom Malino? Ja, nu heet hij hem Milan Knol. Woonde dit personage voor een zekere periode? Weet ik niet. Werkt je karakter samen met SNP-films? Weet ik niet. Is je personage een goblin? Hij had hem toch net? Is je personage van Double D-kanaal? Nee. Houdt je personage van koekjes? Koekje? Nou, dat weet ik niet. Droeg je personage ooit een masker? Nee, weet ik niet. Heeft je personage een eetstoornis gehad? Weet ik niet. Heeft Milan een eetstoornis gehad? Houdt je karakter van TNT? Ja, natuurlijk. Hij speelt Minecraft. En iedereen die Minecraft speelt, houdt van TNT. Speelt je personage in Anderlecht? Nee. Ik zou niet eens weten wat het is, maar Akinator, wat een vragen. Heeft je personage in verband aan zijn gezicht? Nee. Nee, Milan niet, nee. Zit hij, zij in Kingdom Entropia? Nee, Milan Knol heeft zijn eigen kingdom. Speelt je personage Battlefield Heroes? Zal wel.
Dus waarschijnlijk wel, zal ik zeggen. Ken je je personage al vanaf de geboorte? Nee, ik ken hem pas toen hij YouTube ging doen. Toen wist ik pas van zijn bestaan. Is je personage van Lego? Nee, hij is niet van Lego. Komt hij dan? Is hij vaak ziek? Nee. Wat? Milan Knol! Ja, dat is hem! Goed zo, Akinator. Oké. Goed, alweer geraden. Ik hou ervan om met jou te spelen. Ja, alweer geraden. Net had je die van mij niet geraden, hè? Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat dan even een blauw duimpje achter. Zet in de reacties wie ik de volgende keer moet gaan zoeken. En dan hoop ik dat ik jullie de volgende keer weer zie bij een nieuwe aflevering van Vertel het Gaming NL. Like, reageer en abonneer.